watching the man at the bar with his head in his hands. And I think to myself. Goedemorgen, Pip. Hi. Goedemorgen, het is dinsdag en dit is alweer mijn 10e vlog. Ook deze week staan er weer een heleboel dingen op het programma. Naast werkgerelateerde zaken heb ik ook een aantal leuke dingen. Zo ga ik onder andere donderdag naar de kapper, heb ik weer een aantal etentjes en heb ik het weekend ook iets heel speciaals te doen. Voor de mensen die het nog niet weten, we hebben met Lifestyle News iets nieuws in het leven geroepen. Namelijk de Lifestyle News Weekly. Dat is voor de mensen die niet dagelijks de tijd hebben om de website te bekijken en de artikelen te lezen. Op deze manier krijg je op zondag een heel kort overzicht met alle artikelen die die week online zijn gekomen op Lifestyle News. Zodat je helemaal niets meer hoeft te missen voortaan. Wil je hier nou op abonneren, dan kan dat. Ik zal de link hieronder eventjes in de beschrijving zetten. Dus schrijf je vooral even in. Vind je deze video leuk? Vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan jullie nu kijken naar wat ik deze week allemaal gedaan heb. Pippi, ik ga even weg. En ik kom zo terug, oké? Okay? Junior komt zo thuis. Dus je bent niet heel lang alleen. Half uurtje. Oké, okay, Pippi? Hij is not amused dat ik niet mee mag. Dan moet ik namelijk de ignore-stand. Hé, Pippi? Zo, op naar de Gerard Douwstraat. Maar eerst ga ik even langs de juwelier, want ik ga even een cadeautje ophalen voor een cadeautje. Mini. Ik heb eerst een zilveren armbandje uitgezocht. Hebben we aan de voorkant hebben we haar voornaam laten graveren. En aan de achterkant haar geboortedatum. Super cute. Zo klein. Goedemorgen, het is donderdag vandaag en mijn dag begint vandaag bij de kapper. Ja, ik ben echt super blij, want mijn op maat gemaakte schoenen zijn zojuist geleverd vanuit Londen. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze eruit zien, dus ik ga de doos even openmaken. Dubbel verpakt. Oh, wauw. Tada! Ivoorkleuren lovertjes met een super gaaf detail op de voorkant. Goudkleurig. Op maat gemaakt.
Het is alweer vrijdag en dat betekent dat het bijna weekend is. Ik heb vandaag eigenlijk vooral braaf achter mijn bureau doorgebracht. Maar vanavond ga ik iets heel leuks doen. Ik mag namelijk een nieuw pop-up restaurant uitproberen. Dus daar ga ik zo meteen heen samen met Junior en ik neem jullie mee.